Vanaf vandaag zijn alle dispensaties die zijn verleend voor de avondklok gepubliceerd op de COVID-19-website. De dispensatiebrieven die eerder waren verstrekt aan personen en bedrijven komen op 31 december te vervallen. De registratieperiode voor dispensatie was tussen 4 en 15 januari. Het KPS en DNV zijn overgegaan tot de digitale registratie vanwege de verscherping en aangepaste controle door de politie. Bij controle door de politie zal het identiteitsbewijs en eventueel de bedrijfspas overlegd moeten worden.